FC Groningen krijgt komende zondag VVV uit Venlo op bezoek. De ploeg van Ernest Faber staat met 4 punten uit 3 wedstrijden op de 12e plek. En zijn inclusief vorig seizoen 7 thuisduels ongeslagen. VVV staat met 6 punten 4 plaatsen hoger in de eredivisie. Ze zijn goed begonnen. Ze hebben twee keer gewonnen. En tegen Ajax hadden ze het ook aardig moeilijk gemaakt. In de tweede helft kwam Ajax pas tot scoren. Dus het is een stug elftal met een hele goede counter. Dus ook al maken wij het spel, wij moeten wel, althans daar ga ik vanuit, dat willen wij. Dan moeten wij ook altijd oppassen voor VVV. Dat ze niet binnen 2-3 passes alleen voor mij staan. En daar moeten wij voor gedekt zijn. Ja, ze winnen natuurlijk niet zomaar 2 keer, dus ik denk dat ze een aardig ploeg hebben. Alleen ik denk dat wij meer kwaliteit hebben en uiteindelijk gewoon met de overwinning hier thuis moeten winnen. Vol trots maakte Mahi vorige week zijn debuut in het Marokkaans elftal en pikte zelfs een doelpuntje mee. Ja, een droom die uitkomt eerlijk gezegd. Ik mocht mijn debuut maken 10 minuten voor tijd en dat ik uiteindelijk nog de 6e maak is echt iets onbeschrijfelijk. Echt een gevoel die ik nog nooit in mijn leven heb gehad. Aanvoerder Pat verwacht met zijn team een positief resultaat. Ik ga ervan uit dat wij in ieder geval laten zien wie thuis het spel gaat maken en wie de baas in het Noordlie Stadion. Althans, dat willen wij en uiteindelijk telt daarbij de winst natuurlijk. Of de Groningers in eigen huis de 2e overwinning van het seizoen gaan pakken, moeten we nog even afwachten. Het duel begint zondagmiddag om 16:45 in het Noordlie Stadion.